Slaap. Sy sou nie by jou in die kar geklim het as sy jou nie geken het nie. Los my uit. Ek soek 'n prokureur. Ja! Ek sou jou niks vertel nie. This ground, and then all dead in Christ shall rise, with the Savior in the sky, and every eye is gonna see a Christ in his fullest majesty, but only those who truly believe the gold crown they shall receive, my Lord. What a morning, yeah, my Lord. Oh, what a morning, yeah, my Lord. Oh, what a morning. And when the stars begin to fall, here we go, here we go. Oh, yeah. Now from the first trumpet sound, a sound's gonna really rock this ground. And then all the dead in Christ shall rise to meet the Savior in the sky. And every eye's gonna see Christ in his fullest majesty. But only those who truly believe the glory crown they shall receive. Meneer Nadir? Als recht. Probleem, Loga. Dit is nou die man se prokureur is hier. Ek was nou net in sy sel, die man reageer glad nie. Ek dink hy's dood. Wat? He's dead, all right. Shit! Do you have any idea what happened? Nee, ek het hom so gekry. The proverbial shit has hit the fan here. Nadir is dead. What? Chantel found him in his cell when she came to fetch him for that women's lib lawyer chick. Is it a secret that a doctor by him got? I've seen enough dead people to know the difference. Sure, yeah, that is nogal snaaks, juffrou. Bieneke. Hoop Bieneke. Nou, juffrou Bieneke, wie is die kliënt? Meneer Nadir. Dis kaptein Nagels se saak. Nou, maar wacht net zo'n oomblikje. Ek gaan kyk wat aangaan. Come with me, please. Sure. This way. Thank you. Please, have a seat. Miss Bieneke, it seems that we might have a bit of a problem. Mr. Nadir has... He has collapsed in his cell, but we have called the doctor. What do you mean, collapsed? No, I want to see him. In fact, I demand to see him now. I'm sure we can work something out. However, we just need the district surgeon to look him over. Just wait for a few minutes, and as soon as we have more information, we will... What do you mean, more information? Why do you need more information? Mavis is not alone. Nee, nog, Captain. Op daar is daarin dat ik myself gegloe. Ek was aan die kant van die lig. Deel van die lang arm van die gereg. Deel van die stryd in die bose. Maar vir geen oomblik het ek gedink 'n deel daarvan was hier binne. In my... Jy het geweet hy is epileptisch? Nee. Jy het nie vir sy medikasie gevra nie? Nee. Kom.
Lijkt of hij een epileptische aanval gehad heeft. Die term is grand mal. En hulle gaan dood daarvan? Soms. En die merk in die gezicht? Wel, hy kon gevallen tijdens die aanval. Nagel, wat heb je enig iets gezegd van medicatie? Nee, ik ben net een keer gegaan als ik procureer. Heer laatste nacht celdienst gedoen. Constable Makalepis. Kan je hem dadelijk niet aan de kruis, alsjeblieft? Dokter, die DNS toetsen, is daar enige nieuws? Dit neemt tijd, ze brengen niet. Ik zal doen wat ik kan. Zo die ding bij voorzichtig moet hanteren. Ons gepraat met mijn procureer. Nagel, misschien heb je koffie of iets nodig. Je lijkt moeg. Wat gaan aan? Wat het gebeur? Juffrou Beneke, kan ons in my kantoor gaan gesels asseblief? Moenie vir my sê dit. Ek is bevreesd, dit is. Ek is super. Wat het gebeur? Iemand sal baie vinnig vir my moet verduidelik wat hier aangaan. Dit lyk na 'n epileptiese aanval, maar die postmortem moet dit eers bewys. Waar het julle omheen? Na die staatslyksies. Wag 'n oomblik. Hy was die hele nag in aanhouding, was hy nie? Beneke, ek kan die ontsteltheid verstaan. Maar is niet zo... Ik wil een onafhankelijke lijkskouwing, superintendent. Ik wil zijn dokter bij hem en een interne onderzoek. Absoluut. Ik kan je verzekeren, ons is net zo ontsteld hier zoals u. Dit is kaptein Van Heerden en hij werkt samen met kaptein Nagel aan die Roiland-moord. Oh, oké. Okay. Het is ongelooflijk. Jullie het mijn cliënt verdink van die Roiland-moorden. Ons kan hem op je toneel plaatsen en hij is aan een getuienis. DNS, hij gepraat van DNS. Ons wacht voor die resultaten. Het is ongelooflijk. Volg me, vrouw. Klaar zal mij helpen. Kan me van die wet? Los het boet, ik zei jou. Ze was niet met je bron in was. Je moet mij niet proberen profileren, die boet. Je zou gat zien. So, wat was er met jou? Wat wil je inkomst gaan? Over inkomst? Ja. Wat is een soort over inkomst? Boet. Is jy vertraag? Een mens maak jou eie geluk. Dat is een ander probleem. Wat? Strand teruggegaan. Nou, je weet ze flat toe. Nee, Morona, nou deze cel toe. Hoe kom? Ik ga hem gaan uitlokken. Hij heeft van je wet gekend, ik zei. Hij heeft geweerd van haar. Nagel. Wat is het gebeurd? Hij heeft op stannen geraakt toen ik hem geklappen. De klap, joh. Met je hand. De kop. Zinnen beroof. Die hou jou bek, ik zei jou boetie. Jij sê nie een donderse woord nie. Ons gaan wachten tot die DNA terugkom. En dan zal die ding sy eie loop neem. Nee, jy gaat niet van mij verwacht, want ik gooi jou gatter. Nee. Ons moet naar die soep gaan. Nee, ons gaan wachten. Gaan jou donderse bek hou en ons gaan wachten. Hoor jy my? Net zoals op zijn kop gevallen met die epilepsie. Ja, dat hij goed maakt in elk geval die zaak niet. Als die DNA terugkomt, gaat niemand een woord zijn. Ik was al 16. Toen mijn mama die eerste keer naderroep en zei:
Ze wil baie ernstig met mij praten. Maak, drink je daar goed, he? Al twee is voor mij. Ik kom met je praten over seks, my kind. Maar... Het is voor mij net zo ongemakkelijk dat ik ben. Je gaat stil blij en luister. Die mensdom is oud zit. Miljoenen jaren. En dit wat ons is, is niet gister gemaakt. Nie. Ons is gevormd toen ons nog wild was. Toen ons nog een kleine groep is oor die vlaktes van Afrika en Europa getrek het achter kosam met klipmessen en velkleren. Toen ons nog glad niet zeker was dat ons die specie gaan wees wat oorwin nie. Ons moest net oorleef. En om dit te kon doen, moest elkeen sy deel doen. Man en vrouw. Die man het gejag en beklei en beskerm en soveel vrouwen als moontlik bevrug, want die genepoel mag nie stagneer nie en morgen is hy dalk leeukos. En die vrouw moet zien dat zij die sterkste en slimste man verlei, zodat haar kinders een goede kans zou hê om te oorleef. Daar diezelfde drang is nog in ons het. In jou ook. Een van die dae gaan jou hormone heeltemal oorneem. En jy sal jou saad wil begin uitdeel. Maar, jy... Yes. Ek het met onafhankelijke klachten directoraat gepraat. Hulle gaan alles monitor en hulle wil afskrif hê van alles. Ik heb ook voor juffrouw Beneke hiervan een kennis gestel. Nou, al wat ik vraag is ook kaarten, kerels. Net als ons. Wat is dat gebeur? Soep, het was een gewone oude story. Ons het gevra en hij wou niet praten. En dis dit. Wel, dan is daar nie een probleem, nie, Willie. Zolang postmortem dit niet kan bevestigen. Hoe lijkt het met zijn DNA? Aan het gezeten in of aan de tijd van merksoep. Ik weet niet, ik heb het blauw gebouw. Kerels, ons praat niet uit hoe hierdie ding lief. Staan jullie mee? Tot ons genoeg skietgoed het. Ik heb niet één geleentheid om die ding recht te doen. En als mijn siniwees niet pad komt, gaan het lol. Ik moet voor jou zeggen dat seks lekker is. Die natuur het zo verschrikkelijk lekker gemaakt, zodat ons kan aanhou voortplant. Het is lekker van die oomblik dat ons daaraan begin dink, tot die oomblik van orgasme. Die voorspel, die opbouw en alles tussenin, dit is lekker, dit is wonderlijk, dit is intens, soos 'n goddelike koers. En as jy nou ons stok ou natuur en die lekker en die koers by mekaar tel, dan is seks die sterkste drang wat ons het zet. Dit moet jy weet. En ek het vir 3 weke daarna nie by jou hand aan eie lichaam geslaan nie, net omdat ek so skam was. Maar my ma geweet het. Verder. Ek het 'n DNA-verslag vir julle. En? Negatief. Dit was nie nodig nie. Jy is absoluut seker, dok. Absoluut. Hy is nie Roiland nie. Net gedink ek laat julle weet voor ek my verslag skryf. Dankie, dok. Baie dankie. Negatief. Dis 'n gemors. Dis wat dit is. Wanneer gaan jy terug, George, toe? Môre. Ons kan nie toelaat dat die ding ons oë van die bal af haal, kerels. Ons is reg so soep. Ek sal kyk wat ek kan doen. Ekskuus tog. Ek wil graag duidelikheid kry oor 'n paar besonderhede van my kliënt se inhegtenisname. Doet reg. Maak gerus 'n afspraak met my besig, gesels ons môre. Wat is die rede vir die arrestasie? Dis alles in die lasbrief. Wat hy in besit was van die repno. Dat hy tydens die uitvoering van sy pligte in die omgewing gesien is waar 'n vorige slagoffer vermoor is. Is dit al wat jy gehad het, meneer?
Ons het hom met sy toestemming ondervra en daar was redelike gronde. Redelike gronde. En nou is hy dood. Ek tree op namens Odee se moeder om 'n saak van onregmatige arrestasie te ondersoek. Ek kan half julle sê wat die DNA-vergelyking gaan oplewer. Maar dit kan julle vir die landros gaan verduidelik. Ek sien julle hof, meneere. Die natuur gee vir jou 'n kitsliefde, soos 'n weerligstraal. En as jou saad gesaai is, dan is daai kitsliefde weg. Maar die saad kan babatjies maak. Ek soek nie drie beloftes van jou, my kind. Die eerste een is, vra jouself of jy lief is vir haar. Want seks met iemand vir wie jy lief is, is 1000 maal beter as seks daarsonder. Die tweede een is, moet nooit 'n vrou dwing nie. Maak jy saak hoog jou koers is nie, dit mag jy nooit doen nie. En die derde een is, jy moet 'n ander man se vrou uitlos. Jong, ek sê al jare. Het jy die bruin baadjie ingepak? Ai, dis mos nou pragtig. Ja, ek het Willem. Maar jy het probleme met die manier hoe ek jou tas pak? Goeienaand by Super Rugby. Ons voorlaaste aan by voorlaaste maandag aan by Super Rugby. Daar kom weer eens iemand, maar jy vanaand jou sê. Kan jy die keer weg wees? Langs wat het vat. De hofzaak neer, ik begin. Als ik eerlijk moet wees, heb ik zelf tevreden gevoel, want ik was bezig om mijn werk te doen. Als polisman, als forensische criminoloog. Ik moest objectief naar feiten kijken. De wijstukken, leidraden. Ik moest berekenen afleidings maken en daar volgens optreden. En daar is daarin met ik nog gegloeid. Ik ben aan de kant van die goeie. En daarom is ik goed. Die duidelijke breinletsels dui op een lang geschiedenis van epilepsie. En die toksikologie wys beduidende vlakke van anti-epileptiese middels. Hy het ook duidelik sy tong ingeslip tydens die voorval. Is daar enige aanduiding van wat aanleiding gee tot die aanval? Ek sou sê dis 'n idiopatiese voorval. In Afrikaans? Sonder spesifieke oorsaak. En die wond in die kop? Onmoontlik om met absoluut sekerheid te sê, maar as ek moet spekuleer, is dit tydens die epileptiese aanval opgedoen. Kaptein van Heerden van ernstige en geweldsmisdade. Ek is op soek na speerders wat in die jare 80 in moordsake gewerk het. Hi. Die bottel wyn. Sal ek voor de weer schrijven. Kijk op die tafel. Krijg ik de appelpapier. Wil je iets eten? Ik denk dat ik kan eten. Wat hoor jij, dwaal? Ik hoor die aarde recht maken voor die nacht, zoals een oude dinosaurus wat in die vlieg gaan liggen. Heel lekker geschreven. En jy? Vorder jy met die saak? Ek is seker ek maak enigszins vordering. Koop jy film omdat ek jou gebel het? Nee. Glad nie. Ek het net so lekker geskryf, ek wou dit met iemand deel. Ek is baie bly jy het gebel.
Het ek. Ja. Jy sê dat jy my verstaan. Ek is maar verlief, maar ek ken jou nie. Jou sterre op my winterbaan. Ek is maar verlief, maar ek ken jou nie. Jy raak my aan, jy sê jy is kan. Ek is maar verlief, maar ek ken jou. Onverstaanbaar. Dat was soos om voor de eerste keer verliefd te wees. Een ziekte. Een koers. Een virus in mijn bloed. En ik wou gehad het met alles wat ik in mij heb. Maar ze was in mijne niet. Dag ze! Jarden. Haha, mijn geus. Maar dank je, ik waardeer die tijd. Noem mij Jan. Jan. Hoe lang is jy al afgetree? Nou, so van 92 af. Ja, ek sou self like om 'n lentjie net te maak. Jy sê, like, prachtig. Ja, jy is nie hier om oor vis te praat nie. Waarmee kan ek help? Nee. Dis eintlik iets wat ek raak geloop het. Oosa. Marie de Beer. Ja. Yep. Is die lint by jou aandag getrek het, nee. So jy is bewus van die hele rooi lint ding. Nou, ek lees die koerant. So jy sê daar was enige ooreenkomste? Afgesien van 'n prostituut en 'n lint. Naald en hooi met, nee. Nou, ek het so 'n paar naalde in my dae uitgegrawe. De Beer, sy was 'n prostituut. Ja, 'n soort van deeltyds. Daai dae het hulle 'n bietjie anders gewerk. Geïsoleerde geval. Ek sou so sê. Ons het 'n verdagte gehad, als het gepas. 'N trokbestuurder wat haar gereeld besoek het. As mense wat gesê het hy's haar kerel. Toe verdwyn hy vir meer as 'n maand. Oud Mosambieker, Tawetini. Met myle op. Jy verstaan wat ek bedoel. Ek het hom gearresteer, maar die staatsaanklaer het gesê die bewyse is te dun. Je kan niet al zijn naam onthou nie. Joe de Carvalho. Je het dossier opgehou vir jare. Je werd net ingeval. Hy het lint gebruik om haar te verwurg. So wat die patoloog gesê het, twee keer om die nek gedraai, dan vastgetrek. Toe hulle die lijk gekry het, sy was sonder klere. Poedelnaken. Forensics? Niks, geen teken van verkrachting. Semen? Nee, druppel nie. Maar jy moet weet, dis al 25 jaar gelede, ek kan nie meer die detail onthou nie. Maar daar was iets wat my laat dink het sy die ou geken. Nie my vrou wat dit was nie. Ja, ek weet wat jy bedoel. Is moeilik, maar ek het 'n gevoel oor die. Dink jy die dossier bestaan nog? Hoe vra jy dit? Ek ken 'n ou by die argief. Ek sal dit baie waardeer. Laat kyk wat ek kan doen. Thanks. Sit. Hi. Ek het na jou gesoek. Ek moes gaan om na Alkos te kom. Wil jy gebel, hy is op pad terug. Ah, shit. Maar dis nog 3 ure voor hy is. Dit is ernstig. Hoekom kom vind jy nie uit nie? Ek is maar vir jy het al my op en ek speel saam. Ek is maar vir lief, ek is maar vir lief, maar ek ken jou nie. Jou sterre op my bed.
Ja, hand. Net gauw gemak. Als er met zoveel wat die aan George kan doen, wat het ons hier. Herken je? Ik herken alle hoeden en voortrekkers. Hij over die registratienummers neerschrijft, want daar staan over die kat. Is mij was op die hoek. Ik was nou bij die café om voor haar kook te krijgen. Zij het oor die pad gestapt naar een kombi toe. Tegen die tijd wat ik daar aangekomen het, was al bij die stopstraat. Ik kon net die CA op die nummerplaat zien. Hoe laat was het? Zo, 11:30. Is hij zeker? Ja, Stavros het gezegd, hij moet beginnen. Op cash. Was het een Volkswagen combi? Een van haar oude modellen, het lijkt zoals een panel van. Wat is kleur? Wit. Kon je de bestuurder zien? Nee, het was te donker. Nou, was die andere meisjes nou binnen? Nee, Ismee was alleen. Dank je, Boutie. Hey, wat doe ik nou? Wat doe je? Hoe krijg ik al weer? Je weet. Dat zal een postmortem gedaan worden. Dat zal je net weer. Ik kan het niet meer wijzen, ik heb het niet. Sonny? Ja? Waar is hij? Kan ik waarkomen? Hoe komen ze nog wakker? Waar heb ik het geleerd? Ben je lang geweest? Hoe kom? Ik wil pie. Dat is wat jy achter my rug doen. Moord uit die oude doos, 1981. Ek dik net al die moeilikhede. Ja, ek bedoel seker al die belaglikhede. Semantiese gymnastiek, pittig. Die enigste gymnastiek wat vir my tel, wel achter een wit Volkswagen kombi boot. Je kan praat. Ja, dat is een beetje moeilijk. Willy. Ja. Ik wil je graag zien. Maak twee van ons. Het is net een slechte tijd. Nou. Dat is al. Beloof. Ik beloof. Maar ik bel je later. Kerels, ik heb naar die transcriptie gaan kijken van die Noordie ondervraging. Toen daar was ze opstootje. Nee, dat echt niet. Toen ons die DNS-monster wou neem met James Nabeel. Hij het geweier, ons moest hem in bedwang brengen. In bedwang brengen? Hij het woes gekeer. Hij het arms gezwaai, hij het my hier in die ribbes gepot. Ik zie. Ja, ons moest om een dwang brengen voor die districtsgeneesheer. Toen slaan niet voor jou. In die ribbes. Ons koppen kon ook opgestampt. Wil ik toen jullie die DNS gekregen, waarom was het nodig om terug naar sy cel toe te gaan om 4:00 in die ochtend? Het is goede ondervragingstijd, daai soep. Maar die gewerkt niet? Nee. Hoe het verloop? Dat het niet. Hij weet een keer gegaan oor sy procureur, toe loop ik. En was hij oké? Okay? Recht is een roer. Wil jij met mij verskoon, maar jij het een geschiedenis met verdachtes. Twee disciplinaires, vir sal ons sê, onder ons met verdachtes. Soep, dis ou koeie daai.
As jy iets vir my te sê het, is nou die tyd, Willem. Daar is niks. Van hierden? Niks. Kaptein, ek is jou amptelik vra om jou te onttrek aan die ondersoek na Nodes dood. Ek moet dosiere na die OKD stuur. Ek het geen keuse nie. Dit is nou na lande. Het seker sy manier van dinge doen. Het jy al oorweeg om net oop kaarte te speel? My kaarte is oop. Het met die kop gestamp. Twak, sê wie? Ek gaan uitkom nagel. Ek het met Mekalipie gepraat. Hy het niks gesien nie. Hy het oopgesluit en hy het toegesluit en dis die story. Hoe het jy dit vir my gesê? Jy wou weet. En jy weet, jy maak my 'n medepligtige. Kyk. As ek nie 'n probleem het nie, dan het jy ook nie nie. Verstaan jy? Het ek 'n keuse? Soos goeie ou voetwerk hier, ek moet gou 'n draai by die huis maak. Kom hier saam. Nee, ja, ek sal jong gaan. Ek kom saam, man. Ek moet gou vir die oorlogskip iets vat. Ek is honger. Miskien maak sy vir my iets. Ordentliks is jy ook daar. So. Sienina, loop rond. Wat hy al help het om 'n vrou te hê, vrak jou. Tyd dat ek al weer 'n slag vasvat. Dat ons praat moet. Meneer Mans? Ons het begrip vir jou situasie, maar het mag moontlik help. Is daar enige iets wat jy sedert gisteraand kan onthou? Dat is niks. En die kombi, jy is seker jy het dit nog nooit van tevore gesien? Nee. Meneer Mans, die lys van die registrasienommers wat jy gewoonlik hou, is dit moontlik dat ons dit kan leen? As dit sal help. Dankie. Besige bykie. Hy kombi. Ja. Jy seker hy was wit? Doodseker. Wat maak dit saak? Vrou kom nie terug nie.
Hou je daarvan? Dat is wel kalmer als mijn chauffeur werk. Je man nou rustig geworden of net oud? Oud? Ek is in die vleer van mijn jaren. Nog eerst een ouwe man nie. Dat is zeker iets dat we moeten doen, hè? Jou bejaarde moeder was nou die aand uit met een baie mooi jong eiendomsagent wat 10 jaar jonger is als sy. Wat sê jy daarvan? En hy wou huis aan my verkoop. O nee. Sy belangstelling was baie meer fysiek. Toe hy my kom aflaai, wil hy weet of ek al ooit seks as ontspanning oorweeg het. En? Het maar. Natuurlik. Ek ontspan en laat die inspanning aan hulle oor. Dit is een beetje meer inlichting als waarvan ik gevraagd. Kom. Dan die baby Marnavik. Sy en haar man het achter ons geblei. Hy was een groot, sterk myner. Soos 90% van die mannelijke inwoners van Stilfontein was hy skofwerker. Ruwe diamant. Voorstedelike legende wou dit hê. Dat hy sy baby met sy vuiste moes verower. Toe hy haar van 'n fris Skotse immigrant wou afvry. En tannie baby Marnewik het op die voorstoep staan en toekyk hoe hierdie twee man snorkend en bloeiend hulle eie genetiese meerderwaardigheid moes bewys om 'n hand te kon wen. En kyk, tannie baby Marnewik was mooi. Moenie 'n fout maak nie. Met sulke dik, rooi hare. Vol breë mond en borste. Die mooiste, mooiste borste. En wat gebeur in jou lewe? Werk. En? En nog werk. Dit kan nie al wees nie. Enige interessante vroue ontmoet? Interessante vrou, maar met die uitsondering van my natuurlijk, is sy contradictio in terminis. Dit is amper iets soos militaire intelligentie. Ach, kom aan, Zet. Hoekom? Hoekom moet ma's altyd weet wat in hulle kinders se liefdeslewe aangaan? Of dan nie? Soms job. Hy, my kind, jy het nog niks verander nie. Hoe bedoel ma? So volkome in beheer. Zet, partykeer moet een mens een bietjie chaos loslaat. Dit voed die siel. En daar in die achterplaas van die Marneweks het dan die baby op een opblaasmatras gelei. Haar lyf blink van die sonbrandolie met een donker bril oor haar skelm oë. Een speelse hand waar die paradijs tussen haar bene rustig liefkoos. Ek het nie daar gestaan. Ek nie beweeg nie. Ek kon nie asemhaal nie. Lighoofdig, sinneloos, volkome lus. Ek, jong ontdekker van die vreugdes van voyeurisme. Het gevoel asof ek uitverkorene was wat deur die gode daar geplaas is. Op daardie oomblik. Eva Beneke, ek het die bevindinge van beide se eie navraag en die van ook die heer. Wat kan 'n gees van deursigtigheid aan u beskikbaar stel? Baie dankie. Die uiteinde van die saak is dat James nou die daad besoek het aan 'n grand mal epileptiese aanval. Die oorsaak van hierdie kan uiteraard nie bo redelike twyfel vasgestel word. En kaptein Nagel se ander beweerde besoek aan die sel? O, konstabel Makalepe, dis wat die kerel op in diens was. Hy kon niks meer doen as om kaptein Nagel se verklaring te bevestig. Daar is ook geen getuienis dat kaptein Nagel onregmatig opgetree het. En die wond aan sy gesig? Ongeluk, klaarblijklik. Dit gebeur, Eva Beneke. Dit gebeur. Superintendent. Verwag julle regtig ek moet glo dat kaptein Nagel hoegenaamd nie my kliënt aangerand het nie? Ek speel ook kaarte by die. Meer as dit kan ek nie doen nie. Die saak is nog nie afgehandel, die superintendent. Ek sal al die regsopsies moet oorweeg.
En? En wat? Zal jou story. Is te vroeg om te sê. Beroefies. Jy weet die toxicologie vat tyd. Naapmerke. Ons moontlikhede. Kan ek jou nie maar roep as ek iets het nie? Wanneer sal dit wees? Môre oor môre, ek het werk wat by my ore uitkom. Jy weet. As van hier ding hier is, nê, dan spring julle, dan sien jy net groot woord te vlieg waar jy kyk. Maar is dit waaroor dit gaan? Van hier net konsiderasie, jy kan gerus een of ander tyd ook probeer. Môre Jan, van hier ding. Partykeer beskaam die hoop nie. My kroon, fantasties. My 3 uur se gesels oor die ou dae gekos met die argivaris. En ek appel jou. Ek skuld jou 'n groete. Enige iets interessant. Niks wat uitspring nie. Dis die gewone persoonlike besonderhede, onderhoude met die familie, bure, inligting oor daai ou wat ek dis is verdink het, Joe de Carvalho. Hy het intussen verdwyn. Yes, ek weet. Maar dit kan wees dat hy in die tronk is vir iets anders. Sien, daar was nog een. Ja. Tel hy emmo. Precies hetzelfde. Na my dae het ons nie geweet van reeksmoordenaars. Van nie weet hoe om het te hanteer. Soos 'n olifant. Stukkie vir stukkie. Die verslag van die OKD het gekom, Willem. Hulle gaan nie verdere stappe doen nie. So gedink. Het jy? Soep, jy moet nogal verlig wees. Het hierdie keer weer gekom, Willem. Maar ek weet, en jy weet, het nou die rondgeruk. Is die waar nie? En vir Makalepi gemanipuleer. En daar is die gronde vir skorsing nie. Die vader weet, jy kan nie 'n speerder verloor nie, maar dit moet jy verstaan. Van nou af is van heden in die saal van die Roiling ding. Maar ek hou vir jou dop, Willem. Met die houthoog. Met die houthoogsoep. Dis regsoep. Amen. Verder. Zit. Is het een slechte tijd? Nee, ek's net, ek's bietjie in gedagte. Het jy enigstens tyd? Ek wil jou baie graag sien. Ek ook. Ja, ek weet nie of dit gaan werk nie. Ek kom nou net van melkbos af. Ek was die hele dag nog nie by die werk nie. Ek weet nie wat wag nie. Maar ek sê jou wel as 'n klas. Ja, jy kan. Ek maak so. Jy moet. Skielike sosiale lewe. Die selfoontjie van jou gaan nog smelt van al die warme oproepe wat jy deesdae kry. Nagel, het jy 'n probleem? Ek het nie 'n probleem. Het jy? Skies, kaptein. Ek het net jou boodskappe gebring. Dankie. Daar is die rooi lint, die is het. Nee, dit is een oude zak. Ik probeer kijken waar mijn verband is. Kan ik help? Dat is een baie onverwachte antwoord, Chantal. Nee, eindelijk. Het is interessant en goed. Mijn soort ding. Nou, maar goed. Maar eerst moet ons orde uit aan die gouden skip. Ze zien het weer hier die vuilweek van Chantali, is het? Als iets aan die zak. Ik weet niet wat, maar ik voel iets wat ik mis en ik weet niet wat. Kom ik van een meisie wat mij elke dag laat lachen. Ik droom van haar handen. Ek droom van haar oor. Wat ruik ek? Ek doe jou bamen. Ek droom van haar haar. En
ek wens sy wil glo. Sy is my reënboog nooit. My reënboog nooit. Jy is so mooi. My reënboog nooit. Jy is so mooi. My reënboog nooit. Jy is so mooi. Willie, wat maak jy met my foon? Waar was jy gister? Waar was jy vandag nog nie? Ek het jou 'n vraag gevra. Wat maak jy met my foon? Ek was 3 uur by die huis. Waar was jy? By die biblioteek. Jy lieg. Ag man, hier is die bewys. Jy lieg. Die ding is nie gestempel. Wat so 'n soort speeder is jy? Hulle stempel al vir jare nie my boek in die ding het 'n staafkode, hulle skandeer dit. Van wanneer af is liefdesverhale jou ding? Wie is dit? Wie is hy? Dis dronk, dis mat. Jou lig op my trein, jou dief! Wie is hy? My uit! As jy ooit probeer om 'n kind by 'n ander man te kry, ek skiet julle vrek. Soos honde. Hoor jy my? I should